Daarom gaan we naar school. De kinderen komen de klas binnen. Goedemorgen, 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 goedemorgen. Weer zo'n moeie dag. Hey jongens en meisjes, goedemorgen, hallo. Goedemorgen. Dat mag wel vrolijker, wat is er aan de hand? Meester, ik wil niet meer naar school. School is gewoon saai. Kunnen we niet gewoon thuis blijven, meester? Huh? Thuis blijven, daar heb je toch niks aan? Jawel, dan kunnen we toch lekker gamen, of niet? Maar van gamen word je toch niet slimmer? Ja, van Super Mario Bros, daar leer ik meer van dan van u. En bedankt. Wat zijn jullie toch negatief over school? Wat denk je zelf? School is toch hartstikke stom? Meester, ik wil liever uitslapen. Ik wil liever alleen maar tekenen. Oké, wat jullie willen? De meester wil laten horen hoe belangrijk school is en stelt het volgende voor. Stel je voor dat je niet kon lezen en schrijven. De kinderen proberen zich voor te stellen hoe dat zou zijn. Nou, ik hoef nog maar 3 bladzijden. Ik hoef nog maar 2. Mag ik meelezen? Tuurlijk. Pak een boek. Ik heb hem ook uit. Ik ook. Ik ook. Hoe was jouw boek eigenlijk? Mijn boek was superleuk. Het ging over een kip. Een kip? Ik heb dat boek al 10 keer gelezen. Het gaat echt niet over een kip. Kun je eigenlijk wel lezen? Nee. Heb je wel op school gezeten? Ook niet. Dat is een beetje dom. Een andere klasgenoot stelt zich iets anders voor. Ik hoop dat we hier dadelijk goed kunnen voetballen. Ik denk dat we die kant op moeten. Maar er hangt wel een bordje. Wow, maakt niet uit. Kijk wel wat erop staat. Wat staat er nou? Kan iemand dat lezen? Ik niet. En ik ook niet. Nou ja, het zal wel. En terugkomen jullie! Hebben jullie niet gelezen wat op de bord staat? Nee. Dan zal ik maar snel naar de school gaan. Oké. Nee, meester. Het is inderdaad niet zo handig als je niet kan lezen en schrijven. Stel je nou eens voor dat je niet kon rekenen. Nu proberen de kinderen zich voor te stellen hoe het zou zijn als je niet kon rekenen. Volgende klant alsjeblieft. Goedemiddag, meneer. Bloep. Zo, dat was het dan. Dat is dan 15,75 alsjeblieft. 15 wat? 15,75 euro. Wat is dat? Dat is geld. Heb je niet leren rekenen? Rekenen? Wat is rekenen? Hé, meneer, gaat het nog lang duren? Hij schiet eens even op. Sorry hoor, ik probeer sneller te werken. Kom op, mijn kind zit in de auto te wachten. Rustig mevrouw, ik regel het wel. En schiet er maar een beetje mee op. Ik heb hier allemaal papieren meegenomen. Ik weet echt niet wat het is. Hey slungel, heb je niet leren rekenen op de basisschool? School? En school is helemaal niet belangrijk. Door jou staan we nu al een uur in de rij. Goh meester, het is inderdaad wel handig dat we kunnen rekenen. Ja, inderdaad. Nou meester, je hebt al 2 keer gelijk gehad. Stel je nou eens voor dat je geen vraag kan beantwoorden. Ja. Hoe zou het zijn als je nergens het antwoord op weet? En hier zijn de assistentes! Welke kleur heeft deze hoepel? Wat is eigenlijk een kleur? Wat is eigenlijk een hoepel? Dus jij weet niet wat een hoepel is en jij weet niet wat een kleur is. Ik heb het antwoord. De kleur is vierkant. Vraag 2. In welk land leven wij? Ik weet het. Zeg het maar. Wij wonen in het binnenland. Ja! Oh, ik weet het buitenland. We gaan dan naar vraag 3. Vraag 3. Maak dit spreekwoord af. Als de kat van huis is... Ik weet het. Dan hoef je geen kattenvoer meer te kopen. De laatste vraag. Wie van deze quiz geeft de domste antwoorden? Ik.
Goh, meester heeft al 3 keer gelijk gehad. Dus jongens en meisjes, vinden jullie het leuk om naar school te gaan? Nee. Maar het is wel handig.